goedenavond. U ziet, de tafel is weer leeg. Maar het beeld gaat gevuld worden met een snack. Ja, ik ga snacken dit keer. Een zout snackje. Een fries of fries. Scampi flavor. Een aardappelproduct. En nu zeggen dan cereal snack. With delicious scampi lemon taste. Erg origineel qua smaak, lijkt mij dat. En het wordt gemaakt door Smits. Of het nog dezelfde is, weet ik niet. Maar hier ziet het er wel anders uit. Ja, ingrediënten. Het zal allemaal wel nagemaakt worden. In een chemisch fabriekje. Oh, je kunt ze wel bezoeken. www.wallers.co.uk. En dit is ook weer een geregistreerd merk. En het zakje is maar 27 gram. Ja, het is niet groot. Ik ga het erop maken. Nou, even. Eens even ruiken. Oh ja, het ruikt behoorlijk naar garnalen. Hoe ziet het eruit? Nou, een soort kussentjes, inderdaad. Normaal is zoiets gevuld met een chocola en dan doe je dit melk. En dit is dan gefrituurd in plaats van geroosterd. Nou, ik ga stoeven. Oh, dat had ik niet gedacht. Het is heel, heel, heel erg lekker. Wel zout. Ja, maar dat hoort nog eenmaal met vis. Die proef je behoorlijk. Niet dat je zegt van het overheerst, dat ook weer niet. Wat wel overheerst is de lemon. Die proef je behoorlijk. Vind ik op zich niet zo heel vervelend. Waarmee kan je het vergelijken? Ja, vissnacks. Gefrituurd vis met een deeglaagje, zeg maar. Daar smaakt het naar. Heel erg lekker. Ja, heel erg lekker. Ik zou het aanraden. Als je het kan vinden, neem eens een zakje mee en probeer het gewoon uit. Ja, het is niet goedkoop. 75 cent. Maar het is wel te proberen waard. Qua vettigheid valt het ook nog wel mee. En voor een keertje, zo'n tractatie is nooit weg. Dit was Kalaert & Jealous. Met een scampi flavor fries. Cereal snack. Delicious scampi and lemon taste. Dat is een hele mond vol. Voor een klein zakje. Ik dank u wel voor het kijken. En graag tot ziens. Tadaa.